Raad van State behandelt zaak Railterminal over Betuwe. Studenten laten energietoeslag massaal liggen. En rederij Weigula krijgt een predicaat koninklijk. De eeuwige strijd tegen de railterminal in Gelderland is bijna op zijn einde. Aanstaande maandag buigt de Raad van State zich over de bezwaren die de gemeente Overbetuwe en de omwonenden, verenigd in Overbetuwe Overbelast, ingediend hebben. De grote vraag is wie binnenkort in het gelijk wordt gesteld. Art van der Weegt is van de politieke partij BOB en Koos Nijssen van Overbetuwe Overbelast leggen uit waarom ze tegen de railterminal zijn. Een railterminal zoals deze bij Reet langs de A15 moet komen, wordt een soort overslagstation. Hier worden containers van de trein af op een vrachtauto gezet of andersom. Het zou om 90.000 containers per jaar gaan en om dat te kunnen doen zijn er zo'n 700 vrachtautoritten per dag nodig. De actiegroep Overbetuwe Overbelast diende om verschillende redenen bezwaar in tegen de plannen. Een belangrijk bezwaar is dat het ontzettend veel overlast in de omgeving gaat opleveren. Het gaat heel veel geluid geven bij het stapelen van de containers. Ook van vrachtverkeer wat hier langs komt. En er komt ook een nieuwe weg waarmee de vrachtauto's bij de railterminal moeten komen. Dwars door de achtertuinen van het buurtschap Reet hierachter. Vanuit BOB vinden we dat een behoorlijk gedeelte van onze gemeente aangetast wordt door deze plannen die niet nodig zijn, geen enkel nut hebben. En we hebben ook vreselijk veel moeite met de wijze waarop de provincie doordendert in afwachting van de zaak bij de Raad van State. En eigenlijk maling heeft aan allerlei beperkingen die erop gelegd zijn. Ze gaan gewoon door. Ja, de provincie wil al gaan beginnen met het slopen van een schuur. En toen dat niet mocht, nou willen ze alleen het dak eraf gaan halen. Het is echt te gek voor woorden. En ze willen ook al kabels aan leidingen gaan verleggen, terwijl ook dat door de Raad van State niet is goedgekeurd. Ik verwacht dat de behandeling ten voordele van de gemeente Overbetuwe uit gaat vallen, omdat de argumenten die we hebben zeer sterk zijn en die nauwelijks weerlegbaar zijn door de provincie. Ik denk dat het argument van stikstof, het argument van geluid, ook dat de twee belangrijkste zijn. De provincie heeft zelf maatregelen of regels waarop ze anderen afrekent wat betreft stikstof. En die passen zij op dit moment voor zichzelf niet toe. En daar hoop ik dat de Raad van State ons in volgt. Weet je, het is al de derde keer dat er een plan voor een railterminal komt. En ik hoop eigenlijk ook dat die voor de derde keer wordt afgeschoten. Maar ik ben er niet helemaal gerust op. Wij zijn er als buurt echt helemaal klaar mee dat we al 20 jaar door plannen voor de railterminal Gelderland gegijzeld worden. De Raad van State is het hoogste rechtsorgaan. Als die uitspraak doet, dan moet men zich daaraan houden. Zelfs als dit plan door de Raad van State goedgekeurd wordt, blijven we strijdbaar en gaan we beslist verder. Die railterminal gaat er echt, zolang ik nog iets in de politiek doe, niet komen. Er is al een railterminal in Emmerich, hier vlak over de grens, en die willen graag uitbreiden. En er is een hele grote railterminal in Venlo en dat is hier vlakbij. Daar kunnen we prima gebruik van maken. Het is helemaal niet nodig. Het kost ook nog een keer 100 miljoen euro. En je ziet dat de provincie gaat bezuinigen op openbaar vervoer, voor mensen, op cultuur, op allerlei van dat soort zaken. Terwijl ze gewoon 100 miljoen in de zak kunnen houden door gewoon zelf te stoppen met dit onzinnige plan. De behandeling van de bezwaren vindt maandag 28 november plaats. De uitspraak wordt zo'n 6 weken later verwacht. De gemeente Overbetuwe wilde niet voor de camera reageren voordat er een uitspraak is gedaan in deze zaak. En dan studenten, want ook al kunnen studenten nu in alle Gelderse studentensteden energietoeslag aanvragen, vooralsnog zijn er nog maar weinig die dat doen. Vooral in Nijmegen eisen studenten hun geld nog niet op. Van ongeveer de 4000 adressen die recht hebben op een toeslag, heeft slechts een derde zich gemeld bij de gemeente. Nee, heb ik niet aangevraagd. Nee, ik ook niet. Nee. Ik wist niet dat dat kon, eigenlijk. En dat terwijl de huurprijzen van studentenkamers de pan uitreizen. Studentenvakbond Accu weet in ieder geval dat de nood hoog is bij veel studenten. Ik ken zelfs mensen die van kamers gaan en gewoon terug bij hun ouders gaan wonen, alleen maar omdat ze het niet kunnen betalen nu. En het helpt ook niet dat er dan, ja, studenten vaak geen energietoeslag kunnen krijgen of niet weten dat ze het kunnen krijgen. Accu krijgt wekelijks wel meerdere vragen binnen over de energietoeslag. Toch loopt het nog geen storm met de aanvragen. Zoals wij het zien bij studentenvakbond Accu is een van de grootste redenen eigenlijk dat heel veel studenten het waarschijnlijk niet waard vinden om het aan te vragen. Bijvoorbeeld studenten in situaties zoals ik, waar je met heel veel huisgenoten op één adres woont, moeten die energietoeslag met al die huisgenoten delen. Ik hoor inderdaad ook vrienden van mij dit hebben gedaan, die moeten dat dan verrekenen met hun huis volgens mij. Of ja, zoiets, ja. Met hoeveel woon je in huis? Met 5. Met 11.
Ik woon zelf hier in dit huis, dat is met iets van 100 man. Dus ja, hoe ga je dat organiseren dat dan één iemand dat aanvraagt? Ik denk dat het zeker zaak is dat de gemeente hier duidelijker en meer over gaat communiceren. Maar ik denk ook dat voor ons nog een grote slag te winnen is met ervoor zorgen dat studenten hun rechten kennen. Ik heb geluk, mijn ouders hebben hem aangevraagd en die dan aan mij gegeven omdat zij hem niet nodig hadden. Dus zo is het voor mij weer opgelost. Het scheepvaartsbedrijf Wegula in Druten bestaat 100 jaar en heeft in die lange periode een goede reputatie opgebouwd. Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum heeft het bedrijf het predicaat koninklijk gekregen. Tijd om het bedrijf eens beter te leren kennen. De rederij Weiner van Gulpen en Larsen is een Nederlandse tankvaartrederij die met 60 schepen op jaarbasis rond 6 miljoen tonnen van de verschillende vloeistoffen over de Europese binnenwaterwegen vervoert. Het zijn met name gevaarlijke goederen, waardoor de kwaliteit altijd gefocust is op wat we doen. Dat weten onze klanten en dat is wat we ons bijzonder maken. Ja, je moet een goede strategie hebben en vooral moet je gemotiveerde, enthousiaste medewerkers hebben die in alle situaties die op ons afkomen bereid zijn voor het bedrijf te gaan. Wegula heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk internationaal opererende tankersrederij met binnenvaartstankers in Europa. Dat vereist een goede coördinatie op zowel de schepen als op kantoor. We zijn hier bij de afdeling Ship Management. Deze mensen zijn bezig met alles wat met de schepen te doen heeft. Zowel de technische kant, het onderhoud van de schepen, de planning van het onderhoud. Alles wat daarmee van doen heeft. Maar ook van de wet en regelgeving die er is. Zorgen dat mensen de up-to-date regels, regelgeving aan boord krijgen. Dus dat is een beetje wat deze afdeling totaal doet. Dus alles wat met schepen te doen heeft en de bemanning aan boord in de meest brede zin. Deze afdeling is de operatieve afdeling. Hier komen de klantenopdrachten binnen. Hier wordt door de collega's gekeken welke opdracht past bij welk schip. Hier wordt de planning in elkaar gevoegd. Hier wordt gekeken welke schepen passen qua tijd, qua uitrusting, qua grootte op de klantentransportwens. En hier wordt in principe alles operatieve van de rederij geregeld. Het predicaat koninklijk is een onderscheiding voor een grote onderneming die 100 jaar bestaat en een aanzienlijke positie heeft verworven op haar gebied in Nederland. Heel bijzonder om dit predicaat te hebben mogen ontvangen. Het is een erkenning voor lange termijn verstandig ondernemen met zicht en begrip voor de maatschappij en alles wat er omheen zit. Dat betekent echt heel veel voor ons dat wij op deze manier samen met onze medewerkers op een goede en verstandige manier bezig zijn. Ik kan dat alleen onderstrepen. Het is voor ons een hele bijzondere eer geweest deze koninklijke predicaat toegekend te hebben gekregen. Met ervaren personeel en nieuwe schepen in de maak ziet Wegula een toekomst waarin ze deze stabiele basis behouden en blijven innoveren. Mountainbikepaden weer in opspraak, geen busstaking meer dit jaar en taakstraf in zaak voetbalrellen NEC Vitesse. Kijk mee naar de week van dag tot dag. Ze moesten er 3 jaar op wachten, maar zondag konden hardlopers dan eindelijk weer hun hart ophalen bij de Zevenheuvelenloop. Maar liefst 40.000 deelnemers verschenen aan de start op de Groesbeekse weg, om vervolgens 15 kilometer hard te lopen via Bergendal. De 19-jarige Oegandees Rogers Kibet won deze editie van de Zevenheuvelenloop. Hij liep de route in 42 minuten en 8 seconden. De snelste vrouw was Beatrice Tjepku met 47 minuten en 18 seconden. Mountainbikepaden ten oosten van Nijmegen moeten worden aangepast, anders dreigt de provincie Gelderland ze af te sluiten. Dat blijkt nu vlak voordat de provincie zich moet verantwoorden voor de rechter, omdat natuurbeschermers zo willen afdwingen dat er wordt opgetreden. In een brief die in handen is van Omroep Gelderland blijkt dat stichting MTB, routennetwerk Rijk van Nijmegen, voor 15 februari 2023 moet aangeven welke preventieve maatregelen genomen worden om het vliegend hert, de zandhagedis en de hazelworm te beschermen. De aangekondigde vierdaagse busstaking in het openbaar vervoer, die op maandag 12 december zou beginnen, is voorlopig opgeschort tot januari volgend jaar. Dat betekent dat alle reizigers die afhankelijk zijn van het OV niet bang hoeven te zijn voor een busstaking tijdens de komende feestdagen. Volgens een woordvoerder van Vervoersbond FNV gaan de betrokken vakbonden en de werkgevers van de vervoersbedrijven op 9 december opnieuw met elkaar overleggen. Dat gebeurt op uitnodiging van de werkgevers. De woordvoerder gaat ervan uit dat de werkgevers met een serieus voorstel zullen komen.
Een 19-jarige NEC-supporter is woensdag veroordeeld tot 2 maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 180 uur. Deze straf werd hem opgelegd naar aanleiding van zijn aandeel in de rellen rondom de thuiswedstrijd tegen Vitesse in oktober van vorig jaar. De aanklager noemt het de ergste voetbalreller tot nu toe. Tijdens diezelfde wedstrijd verzakte ook de tribune van het uitvak in het Goffertstadion. Een drama vrijdagochtend bij de Stevenskerk. Er werden namelijk 6 grote glasplaten van 13 meter per stuk naar binnen getild, maar door waarschijnlijk een windvlaag schoot 1 ervan los en schoot tegen een andere plaat aan, waardoor 2 van de 6 glasplaten nu stuk zijn. De financiële schade is gigantisch en ook de restauratie van de kerk moet nu worden uitgesteld. Deze zou eigenlijk maandag beginnen. De glasplaten vervangen de wanden naar enkele kapellen. Hierdoor valt er meer licht in de kerk, maar blijft de kerk wel verdeeld in departementen, met het oog op de energierekening. Een plattegrond van een dorp waarop alles staat wat er te beleven is. Dat is een belevingskaart. Sinds deze week heeft Elst ook zo'n kaart. Met erop onder meer de Romeinen, Park Lingenzegen en de Grote Kerk. De kaart werd officieel onthuld door wethouder Horsthuis en is binnenkort tijdelijk gratis af te halen. In dit geval hebben we 1,5 jaar lang samen met alle bewoners van Elst, kinderen, ouderen, mensen van geschiedenis, mensen van de natuur, hebben we alle verhalen verzameld. Ze hebben dat aan mij verteld en ik zet het op de kaart. En daardoor krijg je eigenlijk de beleving zoals gezien door bewoners. Nou, ik zag de belevingskaart in het Spijkerkwartier van de ontwerpster Marieke van Doorn. En toen dacht ik, hoe gaaf is dat als wij in Elst ook zo'n kaart krijgen? En zo is het balletje gaan rollen. Ook kinderen hebben een aandeel gehad in het maken van de kaart. Door tekeningen te maken van dingen die zij belangrijk vinden in Elst. Wij hebben de kinderen tekenles gegeven. En daar hebben we dus de vraag gesteld, wat is er te beleven in Elst? Dus de kinderen hebben 100 tekeningen gemaakt. En wij hebben gekeken, wat hebben ze allemaal getekend? Wat is er populair? Wat zijn tips voor andere kinderen? En zo wordt de belevingskaart eigenlijk een soort wegwijzer door Elst. De rode draad in de belevingskaart is verbinding. Dus het is belangrijk dat mensen gewoon samen weer op ontdekkingstocht gaan in hun eigen dorp. En zei, goh, zullen we even die route gaan lopen? Of zullen we samen naar Park Lingenzegen gaan? Of naar het Tempelmuseum? Ook Marieke zelf heeft bij het maken van de kaart nog de nodige feitjes opgestoken over Elst. Ik wist niet dat Elst 5 voedselbossen had. Daar was ik heel verrast over. Ik heb ze alle 5 bezocht en geïnterviewd. Ze waren allemaal heel verschillend. Ontzettend leuk om te ontdekken. Er waren hier vroeger 3 kastelen die zijn verdwenen. Ook een heel mysterieus verhaal. En nog veel meer leuke dingen eigenlijk. Wethouder Dimitri Horsthuis mocht de kaart onthullen onder het oog van een groep basisschoolleerlingen. 5, 4, 3, 2, 1. Hierna werd er een vosseljacht georganiseerd met vossen die geïnspireerd zijn op de belevingskaart. Elke van Eyck uit Wijchen is in de race voor de titel Miss Beauty of Gelderland. Inmiddels zit ze al bij de laatste 20 vrouwen en heeft ze ook een mooie ervaring met de andere meiden gehad. Of ze de strijd gaat winnen, wordt duidelijk op 23 december. Nou, de reden dat ik hier aan meedoe is eigenlijk heel simpel. Ik ben afgelopen zomer op een festival gescout door de huidige Miss Beauty of Noord-Brabant. Ik moest eerlijk zeggen, hiervoor had ik er geen idee van dat het bestond. Maar toen ben ik zeg maar gaan inlezen wat het inhoudt en waar ze voor staan. En dat leek mij heel interessant en daarom heb ik me eigenlijk aangemeld. Elke merkt dat ze persoonlijk veel groei doormaakt door het ontmoeten van andere meiden en trainingsdagen. Bij de trainingsdagen krijgen ze onder andere catwalkles. Wat ik hier eigenlijk van verwacht is gewoon een ervaring rijker worden en gewoon ook een soort persoonlijke groei doormaken. Elke is ook van plan om het modellenwerk weer op te pakken. Ik ben in het verleden al model geweest. Okay. En ik heb dat toen eigenlijk stopgezet omdat ik een puber was en ik had er geen zin meer in. Maar nu ben ik wel weer aan het proberen om het op te bouwen. Omdat het, ja, achteraf gezien heb ik er gewoon best wel wat spijt van dat ik dat niet meer heb gedaan. Ook let ze wel wat meer op haar gezondheid en uiterlijk.
Maar dat komt niet doordat ze nu in de finale staat. Vorig jaar ben ik begonnen met een dieet, want ik woog toen eigenlijk 30 kilo zwaarder. Toen ben ik 30 kilo afgevallen. En sindsdien hou ik het sporten en de gezonde voeding en dat soort dingen hou ik extra goed vast. Omdat ik, ja, het zou zonde zijn om weer helemaal opnieuw te moeten beginnen. De finale op 23 december bestaat uit twee groepen. De Miss Teen groep en de Miss Beauty groep. Elke doet mee aan de Miss Beauty groep. Mocht ik winnen, dan mag ik Gelderland gaan vertegenwoordigen tegen de andere provincies op de Nederlandse verkiezing, zeg maar. Ja, tot zover het RN7 Regio Nieuws Weekoverzicht. Uitzendingen terugkijken, dat doe je op ons YouTube-kanaal RN7 Online. En volg ons ook even op Twitter, Facebook en Instagram. Maandag zijn we weer bij je terug met een nieuw bulletin. Ik zeg tot dan en een fijn weekend.